De workout van vandaag is S en abs, omdat ik het vrij hard mis om groepstraining te geven. Dus ik heb gewoon personal S en abs geprogrammed vandaag. We gaan in met een opwarming van lunges en leg raises. 3 rondes. Gewone lunges voorwaarts. Stapt vooruit. Je zakt met je achterste knie tot aan de grond. Je voorste knie blijft gewoon boven je enkel. Stap terug naar achter. Andere voet. Dan leg raises. 2 opties. De iets makkelijkere optie. Gaat je benen geplooid doen. Laat je voeten zakken tot aan de grond. Kom terug omhoog. Als je het moeilijker wilt, strek de benen. Je hoofd mag van de grond of in de grond, dat maakt niet uit. 3 rondes. Dan doen we een Tabata. Ook puur zand buikspieren van knee taps. Van de land gym. En knee taps, land gym, ziet er als volgt uit. Steun op je ellebogen. Stik de benen omhoog. Laat ze zakken. Tot boven de grond. Open. Toe. En terug omhoog. Goed, steun op je ellebogen dus. Benen in de lucht. Zak tot boven de grond. Open. Toe. Terug omhoog. Is dat te zwaar? Dan gaan we gewoon niet zo laag. Daarna knee taps. Handen op de grond. Schouders zijn uit de grond. Zoveel mogelijk. Dit is uw laagste punt. En dan gaat u de bovenkant van uw knieën tikken. Dan gaan we weer de land gym enzovoort. Tabata. Dan weer een combinatie van 2 oefeningen. We doen een sumo squat en squat cross. De sumo squat, daar pakt een object voor. Is dan een dumbbell, een kettlebell, uw rugzak. Een melkkarton, dat maakt niet uit. Gaat goed wijd gaan staan, uw tenen mogen lichtjes naar buiten wijzen. Uw knieën, zorg ervoor dat die schoon de lijn kunnen volgen van uw tenen. Dus als je zoiets zakt en uw knieën doen dit, en je kunt niet meer naar buiten duwen, dan ga je iets smaller moeten gaan staan. Dit is een sumo squat. Knieën goed naar buiten duwen, uw gewichtje mikt tussen uw hielen, borst blijft gewoon open. En dan de squat cross. Je kruist je voeten. Je springt in een squat. Andere voet voor. Dat wil ik niet zien. En dan zakken. Zak direct in je squat. Goed, en dan doen we een variant op de reverse lunge. Wat gaan we doen? Je gaat zorgen dat je voet in het zakken de grond niet raakt. Dus gaat op 1 been gaan staan, leg dan een reverse lunge te doen. En bij een reverse lunge raakt uw teen eerst de grond en dan pas uw knie. Nu willen we eigenlijk tegenovergestelde. Uw knie raakt de grond en uw voet niet. Dus als volgt. Mijn voet blijft uit de grond. Dan moet je voet zetten. Dan staat het terug recht. Andere kant. Uw knie zet op de grond. Uw voet blijft in de lucht en dan komt het terug omhoog. Zo, teen zetten om omhoog te komen. En dan de andere kant. 3 keer 30. Het volgende. Pakt u zwaarste elastiek voor, steekt hem boven uw knieën. Net erboven. Dan eerst een goblet squat doen, dus pakt uw gewicht of uw ander object of whatever. Zo vast voor uw borst. Gaat squatten, duw de poep naar achter, knieën naar buiten. Het voelen dat dat meer weerstand geeft met die elastiek. Eerst doe je een goblet squat. En dan een sidewalk. Dus, een squat terug. Lichtjes. Niet te diep willen squatten. Begin met lichtjes. Knieën naar buiten duwen. Zet een grote stap. Gevolgd met je andere voet. Squat breedte. En terug. Zoals volgt. Uit naar achter, half squat. Knie naar buiten duwen. Knie niet te veel naar voren laten komen.
Goed naar achteren. En terug. Het volgende zijn 50 sit-ups. 50. Je mocht zelf kiezen wanneer je de rust. Doe het dan na 10. Doe het dom en doe dat pas na 25. Be my guest, maar je moet er 50 doen. De voeten goed dicht bij je voet zetten. Tik de grond achter u. Kom omhoog. Tik de grond voor u. Als je dat niet kunt, leg een gewichtje op je voeten. Hou je voeten plat op de grond. Ook goed. Als je dat niet kunt, geen probleem. Dat is niet zo evident als dat eruit ziet. Dan doe je een crunch. Schouders omhouden. Handen naast je knie. Schouders raken nooit de grond. Tenzij dat is om te rusten. 50 sit-ups. En dan de finisher. Alweer niet een middel aan. We doen een combinatie van lunge jumps en squat jumps. Die wisselen we altijd af. Lunge jumps zijn als volgt. Ze starten in een lunge, springen omhoog. En landen nu in een andere lunge. Squat jumps. Starten in een squat, springen omhoog. We landen nu squat. En dan terug lunge jumps. En dan ga je geen benen meer hebben, maar zit wel klaar.